Hoi, Meteor en Magisters. Wat brengt jullie vandaag naar het gala van de Gouden Kaas? Wat brengt ons naar het gala? We hebben een nominatie op zak, hier ergens, voor de beste song. Ja. Ja, en we gaan hem ook zingen. En we gaan hem ook zingen, dat is juist. Ja. We gaan zingen. Mocht ik dat zeggen? Ja, tuurlijk, dat was ik al vergeten. We gaan zingen. Dus straks voor het hele Sportpaleis? Ja, voor het hele Sportpaleis. Voor het hele Sportpaleis. Ik heb er heel veel zin in. Want ik denk, jij, waren jullie er gisteren al bij? Of jij was er ook, hè? Ja. Ik was er gisteren al en vandaag Emma ook natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk al warm gezongen gisteren. Ja, en het was heel warm om heel eerlijk te zijn, maar ik denk dat het vandaag nog warmer gaat worden hier. Zeg, ik ga eerst even naar jou. Joris, jouw nieuwe single, dit is wat mijn mama zei, die gaat goed, hè? Ja, ik heb net nieuws gekregen dat we opnieuw op één staan, ja. Dus het is heel gek aan het worden, momenteel. Ja, het is heel gek. Ik had het niet verwacht dat het zo zou gaan knallen. En Emma, jij hebt samen met hem ook de single gezongen. Door Joris ben jij eigenlijk in België bekend geworden. Ga jij hem nu ook in Nederland een trapje hoger tillen? Maar dat heeft ze al gedaan, hè? Dat heeft ja, ze al gedaan, hè? Ja, en ik heb natuurlijk nu ook een andere song uit, Zwaartekracht, ja. Met Reggie, dus, inderdaad. Ja, nou ja. Ik denk dat jij ook wel binnenkort weer naar Nederland komt, eigenlijk. Ja, ik zou niet zo zien dat... Ik heb haar hier niet groot gemaakt in België, heeft ze zelf gedaan, maar we hebben wel een samenwerking gedaan. Dus we hebben een wisselwerking, hè? Ja, zeker. Heel blij mee. En hoe gaat het in Nederland? Ben je daar al bekend, Joris? Dank u. Nederland, ja, wie weet komt er wel iets nieuws aan in Nederland. You never know. Internationale release van iets? Wie weet. Ik heb er zin in. Jij zit er zin in, dat is klaar. Ik weet het al. Zeg, Joris, heb jij Dancing with the Stars al verteerd? Dan moet je hem zelf maar pakken. Ja, oké. Ja. Heb ik Dancing with the Stars al verteerd? Ja. Om heel eerlijk te zijn heb ik nog wel last van mijn schouder. Echt waar. Maar ik heb het al wel verteerd, ja. Ik ben ook blij om vandaag Nora terug te zien, Nina van Dancing with the Stars en Jonathan. Dus het is weer een gezellig feestje. Ja, het is een hele reunie, heb ik begrepen. Ik denk het wel. Dus er wordt gedanst straks. Er wordt gedanst op jullie single dan? Op rendezvous, ja. Want we hebben nooit... Genoeg. We hebben nooit genoeg. Zeg, als jullie winnen vandaag... Wat gaan jullie dan doen op het podium? Ik ga het aan Emma overlaten. Emma, wat ga je dan doen als je wint? Wat ga ik dan doen? Heel erg hard schreeuwen, denk ik. Het zou mijn eerste prijs zijn in België. Ah ja. Ja, ik zal hard schreeuwen. Yes. Ja. En die pluimen, wat betekent dat? Het heeft geen betekenis. Ik wou eigenlijk gewoon een beetje fashionable zijn, maar... ik vond gewoon een leuke jurk. Dat zijn alle pluimen die we haar gegeven hebben tot nu toe. Hoor. En die pak ik op. Draagt het leuk? Want het ziet er zo... Ja, ik heb het wel vastgeplakt, moet ik zeggen. Anders dan valt het zo af. Hopen dat het dan straks blijft zitten als je optreedt. Ja joh, ja. Ik wens jullie veel succes samen. Dank je wel.